De regering heeft vorige week woensdag onder leiding van Edgard Dikan, minister van regionale ontwikkeling RO, voorbereidingen getroffen voor de instelling van een potreconstructie binnenland na overstroming. Dit vond plaats tijdens een stakeholders meeting op het kabinet van de president. Hiernaast is er ook gesproken over een noodfonds dat zal worden gebruikt in geval van calamiteiten in Suriname. De potreconstructie binnenland na overstroming is een maatregel van de overheid om de schade in Sipaliwini als gevolg van de overstroming te herstellen. Financiële middelen die door de overheid en internationale organisatie in deze pot zullen worden gestort, worden aangewend voor de reconstructie van de geleden schade. Dit is belangrijk om de evacuees die na de overstroming naar hun dorpen zijn teruggekeerd te ondersteunen hun normaal leven weer op te pakken. De deelnemers aan de stakeholdersvergadering hebben nu de instructie om de komende dagen per ministerie of instantie een inventarisatie te maken. Zij moeten nagaan welke zaken binnen hun respectieve sectoren gereconstrueerd moeten worden. Dikan zegt dat de regering binnen 2 weken zover kan zijn om de potreconstructie binnenland na overstroming daadwerkelijk in te stellen.